20 Nijmeegse studentenkamers worden woensdagavond omgetoverd tot podia voor muziek, theater, literatuur en film. Woensdagmiddag werd in het cultuurcafé bij de universiteit het festival afgetrapt. Het is de 17e keer dat dit culturele studentenfeest plaatsvindt. De avond is ingedeeld in 3 rondes waarbij je iedere ronde een andere huiskamer bezoekt. Aan het eind is er een gezamenlijke afsluiting in de Lindenberg. De 12 genomineerden voor de Nijmeegse sportprijzen zijn bekendgemaakt. Tot 4 januari konden Nijmegenaren hun favoriete sporters voordragen. Tot 15 februari kan er gestemd worden op de genomineerden. Op 10 maart worden dan de winnaars bekendgemaakt in de Jammassinkhal. In de categorie Sporter van het Jaar zijn 3 vrouwen genomineerd. Suzanne Crummins-Kuiken, Marjolein Buijs en Tessie Savelkals. De individuele sporttalentprijs wordt uitgedeeld aan Enzo Kouwarge, Niels Korstanje of Ferdi Kadioglu. Bij de talentvolle teams gaat het tussen NEC A1, NMHC B1 en het estafetteteam junioren van Aquanovio 94. De sportinitiatiefprijs is voor het project Swim to Fight Cancer van Aquanovio 94, de atletiek trainingsgroep voor autistische kinderen van Nijmegen Atletiek of het project Schaats jij al van de Nijmeegse schaatsvereniging. Meester Bruls kwam woensdagmiddag naar het Hert voor de Voorleesexpress. Hij reikte diploma's uit aan kinderen die een voorleestraject hebben doorlopen van 20 weken. Vrijwilligers lazen voor aan kinderen van 12 gezinnen, waar zowel het kind als de voorlezer deze middag een diploma voor kreeg. Het was heel erg leuk om dit te organiseren met elkaar samen, want het is een samenwerkingsproject. Het feit dat er al 40 gezinnen binnen zitten van de 60 wil toch wel wat zeggen. Dat ze dus naar ons toe komen om het samen met ons te delen, met de voorlezers, enthousiast. En ja, dat ze hier komen is natuurlijk geweldig, is een belangrijke drempelverlaging. Nou, voorlezen leidt ertoe dat kinderen ook zelf sneller weer gaan lezen en ze krijgen in ieder geval meer gevoel bij taal. Iedereen die zelf in het verleden wel eens heeft voorgelezen voor zijn eigen kinderen of om op school of zo, die kan dat ook denk ik wel beamen. Als je dat een tijdje doet, merk je gewoon bij een kind dat vooruit gaat. Ik en mijn vrouw hebben vroeger ook altijd de kinderen voorgelezen en je merkt dan op een gegeven moment gaan die kinderen zelf ook een boek pakken. Dat begint misschien met een plaatjesboek, met grote letters en het wordt steeds spannend. Dus dat helpt echt, als je het voorbeeld geeft, dan werkt echt. En wij volwassenen moeten veel meer het goede voorbeeld geven.